Ik ben iemand die er volledig voor gaat. Elke keer dat ik op een veld sta, ik ben misschien wel iets te luid. Ik maak nogal wat fouten hier en daar, wat dan de meeste scheidsrechters niet zo graag hebben. Maar ik denk vooral dat ik mijn enthousiasme en de wil om te winnen en ook wel mijn killer in de box, dat zijn wel een beetje de dingen die mij typeren. Ik ben gewoon een beetje verliefd geworden op het, op het enthousiasme dat Leuven steekt in het vrouwenvoetbal. En de wil en alles wat erachter hoort. Ik denk dat dat een van de sterke punten is van Leuven. Ik kijk er naar uit om er iets van te kunnen meepikken. Ik denk dat alleen maar mensen en het vrouwenvoetbal vooruit gaat helpen. Maar vooral ook gewoon de speelsters vooruit helpt naar die stap te pakken misschien naar het buitenland, dat velen willen, denk ik dat je toch eerst de stappen hier moet kunnen zetten voordat je zo'n stap doet. Ik heb hier mijn jeugd gedaan. Ik heb hier gespeeld vanaf mijn 12 jaar. Al de jaren voordat ik naar Anderlecht vertrokken ben. Het is een beetje terug naar huis komen. Ja. Ik ben altijd centrale verdediger geweest. Ik heb ook de hele opleiding, zoals ik net zei, die ik al bij Leuven gedaan heb, heb ik eigenlijk altijd centrale verdediger geweest, nummer 3 geweest. En ik wil dat ook gewoon niet, ik wil dat niet gewoon opzij schuiven, dat is deel van mij. Dat zorgt er ook voor dat ik weet hoe dat ik moet verdedigen. Dat ik ook weet hoe dat de persoon waar ik voor de moment tegen sta, hoe dat die denken. Ik heb langs twee kanten gestaan, wat dat het sowieso wel veel gemakkelijker maakt. Maar dat is gewoon, dat is deel van mij en ik draag dat mee en ik ben daar ook trots op dat ik altijd die rol heb kunnen spelen ook. Ik denk dat als Leuven zijnde dat je sowieso altijd voor de titel moet gaan. Dus ik denk dat dat ook wel een ambitie moet zijn naar volgend jaar toe. Ik denk dat ze ook al 2 jaar echt gigantisch hard aan het werken zijn naar een keer een titel te willen pakken. Er zit heel veel potentieel in, heel veel kwaliteit. Het is alleen nog een jonge groep die aan het groeien is duidelijk, die stappen aan het zetten is. En daar mis je misschien af en toe nog wat ervaring in. Maar ik denk dat er zeker potentieel in zit om er iets van te maken. Ik hoop dat ik wat ervaring kan bijbrengen. En ook gewoon een beetje vuur af en toe. Ik hoop dat de dingen zijn die ik wel kan brengen. Ja. Voor mij persoonlijk mij zo gezond mogelijk houden en zoveel mogelijk kunnen bijdragen aan deze groep als dat ik kan. Ik denk dat daar wat ik voor de rest mezelf niet te veel druk ga opleggen en ik denk dat we hier wel mooie dingen kunnen verwezenlijken dan.